si estás esperando que me acerque a donde estás, que te llame con la mente o que te deje de mirar. Y te veo allí asentada, ya no puedo pensar. Siento 100,000 mariposas en mi estómago volar. Desde siempre te conozco, esto es mucho más que amar. Eres parte de mi sangre y aquí mi alma está a tu hogar. Tus ojos lindos me derriten, me encandece tu mirar. Se me desnuda la conciencia, mi corazón se vuelve un pan. Y qué piel linda, qué piel linda, qué piel linda, wat moet ik zonder jou? Het zijn 4 hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, 14 bloemen korsels lang. Ik proef het tijdens het zoenen, of als je plotseling lacht. En ik zie het invallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat briesje maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, daar gaat een engeltje voorbij. Tamaré, tamaré, ay tamaré, ¿qué puedo hacer sin ti? Dos pequeñas palabritas llenas de una dulce intensidad. Te amaré toda una eternidad. Y dentro de mis ensueños está el diseño de nuestra piel, y ahí están las leyes de cómo te amo y cómo te amaré. Y qué piel linda, ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn 4 hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Panoramisch landschap van Brazilië, geschilderd door Frans Post in 1652. Brazilië was eerst in handen van de Portugezen, maar na 1630 veroverde de West-Indische Compagnie delen van het land en verdreven er de Portugezen. Zij namen daar de winstgevende suikerfabricage over en die suiker die werd verbouwd op plantages zoals hier, waar tot slaafgemaakte Afrikanen onder erbarmelijke omstandigheden werkte. Dat zien we niet hier. Dit is een geïdealiseerde weergave van de werkelijkheid. En hier komt dat landschap wel heel dichtbij. Dat komt door het grote formaat, maar ook door die geschilderde vensternissen rondom, waardoor het lijkt alsof we uit een raam naar buiten kijken. En dat gevoel wordt nog versterkt door dat vogeltje dat hier in de vensterbank zit. Daarachter strekt zich het rivierlandschap uit met een dichtbegroeide oever. En daarachter de plantagegebouwen en de bijgebouwen. Er zijn een paar mensen te zien, maar de nadruk ligt hier op het landschap. En dit landschap en alle andere landschappen hier in deze zaal, die geven een gedeelde geschiedenis van Latijns-Amerika en Nederland weer. Jij bent half Nederlands, half Dominicaans.
En toen je voor het eerst voor dit schilderij stond, werd je een beetje stil. Ja, kun je vertellen waarom? Ja, zeker. Ik kom al sinds dat ik klein ben, kom ik op de Dominicaanse Republiek. En ik zag dit en jij vertelde dit verhaal. En over suikerrietplantages. En toen dacht ik, wauw, mijn overgrootoma. Die heeft mijn overgrootopa ontmoet op een suikerrietveld. Waar mijn overgrootoma destijds aan het werk was. En mijn overgrootopa was Nederlands. En mijn overgrootoma was Dominicaans. En dat kwam zo overeen met de slavernij en et cetera. Maar wel met hetgeen waar het om gaat. Het landschap, de liefde en hoe mooi dit naar buiten is gebracht. Ik zag dit en ik dacht gelijk aan de Dominicaanse Republiek. En natuurlijk heeft het parallel omdat het Latijns-Amerika is. Maar ik zag dit en ik dacht, ja, hier moet ik dat liedje zingen, Brujas de Amor. Omdat daar mijn overgrootoma verliefd is geworden op mijn overgrootopa. Of andersom, ik weet het niet. Maar en daaruit is mijn oma ontstaan. En dat is voor mij misschien wel de meest dierbare persoon in mijn leven geweest, totdat ze kwam te overlijden. Dus vandaar dat ik dacht, dit moet ik hier doen. Tengo un corazón multilado de esperanza y de razón. Que madruga a donde quiera, y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa a su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Om eventjes je hart van je te lenen. Want ik zou alles doen, ik raak de mijne kwijt. Wat ben je aan het doen? Heb ik gisteren net te lang naar je gekeken? Want sinds ik heb ontmoet, krijg je niet uit mijn hoofd. En weet je wat het is? Als ik je zie, dan denk ik niet aan mijn verleden. En misschien kan ik jou datzelfde geven. Oh, het is even geleden. Ja, weet je wat het is? Ik heb al lang niet van iemand kunnen houden. Tot ik je zag en ineens durf ik te vertrouwen. Oh, misschien iets op te bouwen. Durf jij dat ook met mij? Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso. We staan hier voor een schilderij. Dat is gemaakt omstreeks 1535 door de Haarlemse schilder Jan Mostaert. En hij was een van de belangrijkste Noord-Nederlandse schilders van de 16e eeuw. Het is een landschap met heuvels en een grillige rotsformatie. En dat landschap, dat is een toneel van een gruwelijke episode. Een episode uit de verovering van Amerika. We zien hier een stoet mensen, mannen, vrouwen, de lokale bewoners.
En zij trekken ten strijde met speren, met pijlen en bogen. En daar op de rotsen worden stenen naar beneden gegooid. Ja. Naar de indringers. En dat zijn de Spanjaarden die Amerika willen veroveren. Mostaert die was in 1518 benoemd tot ereschilder aan het hof van Margaretha van Oostenrijk. Dat in Mechelen was. En zij was de tante van Karel V. En onder zijn gezag vonden vele expedities naar de Nieuwe Wereld plaats. En mogelijk is het aan dat hof dat Mostaert vertrouwd raakte met de verhalen over die Spaanse veroveringen. Het is geen specifieke gebeurtenis die we hier zien. Het is veel meer een algemeen beeld van die eerste confrontatie tussen de inheemse bevolking en de Spaanse legers. En wat opvalt is dat Mostaert die verovering hier niet verheerlijkt. Dan zou je de Spanjaarden veel prominenter in beeld hebben verwacht. Het lijkt alsof hij meer wil benadrukken dat hier een ruwe verstoring is van een in zijn visie paradijselijke nieuwe wereld. Dus dat contrast tussen een vreedzame samenleving en een militaire actie. Mostaert die, is nooit in Amerika geweest. Hij heeft zijn fantasie moeten gebruiken. Amerika was pas een paar decennia daarvoor ontdekt, tussen aanhalingstekens, want het bestond natuurlijk al. Er was nog geen traditie in het uitbeelden van het landschap. Mostaert moest daar dus zijn fantasie voor gebruiken en hij gebruikte mogelijk ook prenten uit vroege reisverslagen. Toen we naar dit schilderij keken voor het eerst, heb jij een hele tijd staan kijken. Wat betekent het voor jou om dit schilderij te bekijken? Omdat toen je het voor het eerst vertelde, waren er bepaalde elementen die mij erg aanspraken. En op een gegeven moment was het dat je vertelde over het veroveren van Amerika, Amerika veroveren. En ik heb, mijn hart is gesplitst in twee werelddelen. Dus ik ben, wat je zegt, ik ben half Dominicaans, half Nederlands. Waar ik eigenlijk nooit echt wist van waar voel ik me het meest thuis. En ik had op een gegeven moment een droom om Amerika te veroveren als zanger. En ik ben toen verhuisd naar Miami en ik heb daar gezeten voor een aantal jaar. En omdat ik geen Amerikaan ben, voelde ik me niet compleet thuis daar. Dus ik zat daar eigenlijk een beetje te zoeken van oké, waar moet ik nou precies heen? En omdat ik vanaf kleins af aan zowel een Nederlandse opvoeding heb gehad als vanuit de Dominicaanse Republiek, had ik ook niet alles meegekregen wat alle Latino's hebben meegekregen. Dus ik was een beetje een buitenbeentje. En ook dat voel ik soms in Nederland, dat ik ook niet helemaal weet van oké, ik ken al die liedjes van vroeger niet en ik ken dat allemaal niet. Dus toen je me vertelde over het veroveren, Spaanse invloeden, dacht ik, ja. En omdat dat Christopher Columbus natuurlijk Dominicaanse Republiek heeft ontdekt, dacht ik, dit schilderij staat wel echt perfect aan hoe ik mij soms voel. En met het veroveren van en indringers, dat ik denk, oh, wat ben ik nou eigenlijk? Dus ja, dat is de reden dat deze schilderij mij enorm aansprak. La tarde es perfecta, lugar escondido. Luz es tan tenue que oculta tu oído. Y empezamos a platicar todo lo vivido. No sé qué te gusta ni qué has conocido, qué música escuchas o cuál es tu estilo. Y empiezo a acercarme más, un poco más atrevido. El sol se despide y la noche te abraza, luna de celos asoma la casa. Abrázame como si ya no existiera un después, por si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves, voy a darte besos hasta que mis labios se desgasten, por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere, voy a desnudar suavecito lentamente y siénteme. Y siénteme.
Estando contigo las horas no pasan. Eres tan perfecta que no te comparas con nada, con nadie más. Me enamoras con tu mirada. No sé qué te gusta ni qué has conocido, qué música escuchas o cuál es tu estilo. Y empiezo a acercarme más, un poco más atrevido. El sol se despide y la noche te abraza. La luna de celos asoma la casa. Abrázame como si ya no existiera un después. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves, voy a darte besos hasta que mis labios se desgasten. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere, voy a desnudarte con caricias, suavecito, lentamente, y siénteme. On the piano, Yuri Costa. Eso. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves, voy a darte besos hasta que mis labios se desgasten. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere, voy a desnudarte con caricias, suavecito, lentamente, y siénteme. We zijn in de 18e eeuw en we gaan kijken naar deze twee schilderingen aan weerszijden van de schaal, gemaakt door de Amsterdamse schilder Jacob de Wit in 1727. De schilderingen zijn enorm groot, 2,5 meter hoog, 2 meter breed. En de onderwerpen zijn afkomstig uit de Metamorfose, beroemde verhalen van de Romeinse dichter Ovidius. En het zijn allebei verhalen over verleidingen, met de oppergod Jupiter in de hoofdrol. Jupiter die was getrouwd, maar dat belette hem niet om er heel veel minnaressen op na te houden. En hij stond ook bekend om zijn verleidingen van maagden. En dat deed hij door zich te vermommen. En hier zien we twee van zulke verleidingsscènes afgebeeld. En we gaan van wat dichterbij kijken. Okay. Hier zien we Jupiter, vermomd als de godin Diana, op het punt om de nimf Callisto, dat was een favoriete nimf in het jachtgezelschap van Diana, te verleiden. Diana was godin van de jacht en zij is te herkennen aan dat maantje boven op haar hoofd. Maar dat het in werkelijkheid Jupiter is, dat zien we aan die adelaar met die bliksemschicht. Die horen bij hem. Die, ja. Precies, die komt zo nog terug. En Callisto, die denkt dat ze met Diana van doen heeft en ontdekt te laat dat ze wordt misleid. En te laat, want dan is ze zwanger. Dan gaan we naar het andere schilderij. Daar zien we nog een andere verleiding. Ja, en hier zien we Jupiter nog een keer. Ja. Dit keer in de gedaante van een herder. En hij is hier Mnemosyne aan het verleiden, godin van het geheugen. En in 9 nachten verwekt hij bij haar de 9 muzen. Wow. Dat zijn de, dat zijn de muzen van inspiratie voor onder andere muziek, dans, poëzie. Jij hebt deze schilderingen uitgekozen, ja, omdat een van jouw nummers gaat over verlangen. Over verleiden en verlangen. Onstilbare honger, ja, naar liefde die Jupiter ook had. Ja. En dat is natuurlijk Mas. Misschien heeft Jupiter bij mij gehoord. Ja, nee, dus dat is inderdaad de reden. Je vertelde het en ik dacht, wauw, Mas gaat precies daarover, het verleiden en over tentation, aandacht. Van wat is het nou precies? Niet zozeer het vermommen van, maar wel over het verleiden. En ik dacht, nou, dat is dan perfect om hier zo te beginnen met dit liedje. Ja, ja. Ja, er zit één zin volgens mij ook in van, ik wil het nu, want ik krijg misschien niet nog een tweede kans. Ja, klopt. En ik zeg in het Spaans, probé tu boca y quiero más. Dus in dit geval, dat betekent dan,
Ik heb je lippen geproefd en ik wil meer, dus waarschijnlijk... Ja, dat is aan Jupiter wel besteed. Dat is wel besteed aan Jupiter, ja, inderdaad. Ja. Leuk. Ik ga luisteren. Ja, top. Tentación, tu cuerpo, mami, es pura tentación. Adicción, contigo todo se ha vuelto una adicción. Yo lo sé, pero qué es si me gusta. ¿Qué importa? Al final esta vida corta y que suba la nota. Probé tu boca y quiero más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Bienvenido a YouTube. Deze nacht bedoeld is voor jou, voor mij. Oh, alsjeblieft, geef nou toe, we willen dit allebei. Schat, ik moet het weten, durf jij het te geven? Je weet dat ik wat kans pak, maar we krijgen geen tweede. Nee, 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 zo ben ik hier, mi amor. En we kunnen niet erkennen dat je bij mij hoort. Ik wil inderdaad geen woord, als ik je afvermag, zorg ik dat. Je lacht dando calor y dame más, más, más. Casa, mujer en la terraza, a mí solo me matas. Contigo todo rico, déjalo, ven conmigo pa pasarla cabrón. Baby, probime ya o te prate, en el credit hu ik jou bereik. Nee, ik kan het niet toelaten dat je weggaat zonder mij. Is incredible.